We zitten nu op jouw plekje. Ja, zeker. En hoe ben je bij FC Utrecht terechtgekomen? Nou ja, het is eigenlijk allemaal begonnen op de open dagen. Ik ging er eigenlijk standaard elk jaar heen met mijn vader. En ik wilde gewoon een seizoenskaart. Ik was één keer met een vriend mee geweest en zijn vader. Ik zeg, pa, gaan we ook doen. En nou ja, hij zegt, ja, ik heb er geen zin om elke zondag of zaterdag in het stadion te zitten. Ik wil meer te doen. Nou, op een gegeven moment is hij een keer uitgenodigd door iemand van de business seats. Ja, en dat vond hij toch heel leuk. En toen hebben we een seizoenskaart besteld. Twee dan, één voor mijn vader, één voor mij. En ja, zo is het eigenlijk gekomen en nu zitten we er al 5 jaar. En wat was je eerste herinnering van FC Utrecht? Nou ja, dat was toen ik dan voor de eerste keer hier was. Ja. Met die vader en die vriend van mij. Dat was toen Dave van den Berg speelde toen nog. Okay. En die kopte heel mooi een mooi doelpunt erin. En dan weet ik dan nog, dat weten ze, 8 jaar, 7 jaar, weet ik veel hoe lang geleden. En dat weet je dan nog. En, okay. Dus dit was 2006 ja, of zo? Ja, zoiets ja. Ja. Okay. Als klein jochie, ja. En nu zit ik hier met mijn vader lekker op zondag een biertje erbij en ja, voetbal kijken. Ja. Ook wel een goede dagbesteding natuurlijk, of in het weekend. Dan zit je ook maar, ja, wat moet je dan doen op zondag? Ja, heerlijk, heerlijk. Wat betekent FC Utrecht voor jou? Ja, FC Utrecht is voor mij echt, gewoon, het is een volksclub, mijn club vind ik ook. Ja, gewoon heel veel sfeer, strijdkracht, zeker tegen de topwedstrijden en onze geduchte concurrenten natuurlijk. Ja, gewoon, en ja, ik vind dat strijdkracht zeker wel voor FC Utrecht staat. Ik kom uit Houten zelf en ja, Utrecht hoort gewoon bij mij, vind ik. Wat is je favoriete speler ooit? Di Tommaso, vond ik een hele mooie speler. Okay. En de selectie van nu vind ik Van der Gun ook een mooie speler om naar te kijken. Gewoon omdat hij fel is, lekker doorzetten en ja. Mooi, mooi. Waarom zit je... jij op dit stoeltje? Nou ja, mijn vader is nu 55, dus eigenlijk, ik zeg wel, pa, waar gaan we naar zitten? Gaan we op de Bunnikside. Ja. Nee, was hem iets te wild en nou, toen zijn we uiteindelijk hier beland. En toen we de seizoenskaart voor de eerste keer gingen bestellen, werden we geïnformeerd van als je nou vanaf stoel 25 gaat zitten, 4,25, zit je nog droog als het regent. Nou, dat advies hebben we opgevolgd en toen zijn we hier terecht gekomen. En het is ook in principe wel leuk dat we zitten dan hier en dan hiervoor zitten echt nog wat. Er zit een man van een jaar of 40 of een aantal mannen. Ja. En die hebben altijd vroeg op de Bunnikside gezeten dan. Die kregen kinderen en die zijn toen hierheen gekomen. Dat is ook wel mooi. Okay. En hier heb je dan, weet ik veel, een hypotheekadviseur zitten. En, ja. Gewoon een mix van allemaal mensen, dat is wel mooi wat hier allemaal zit. Ja. En dezelfde mensen komt ook iedere wedstrijd. Ja, ja. Dat is ook... Dan ken je nieuwe personen ook. Ja, klopt. Ja. Ja, naast ons zit inderdaad ook een vader en een zoon. En hier zit een opa met zijn kleinzoon, dus wel lachen allemaal. Okay. Wat is je leukste ervaring? 6-4 tegen Ajax vond ik een hele mooie wedstrijd. Gewoon omdat die doelpunten bijna achter elkaar kwamen en dat je weer opstond, lekker juichen. En de wedstrijd tegen AS Monaco dan, de wedstrijd voor Dieter Massa. Vond ik ook een hele mooie wedstrijd. Toen ben ik ook nog uitgenodigd om met een fakkel op het veld te staan. Nou, dan zit er zo'n sfeer en zo'n beleving, dat is gewoon echt mooi. Dat was totaal voor de strijd op. Ja, toen werd het broertje van Dieter Massa werd ook nog gewisseld, toen kwam ook nog even spelen en dan denk je ja. En iedereen gaat er naar achter staan en heeft respect en dat vind ik allemaal ook mooi aan voetbal. Wat is de reden waarom je alle seizoenskaart hebt verlengd? Nou ja, we hebben natuurlijk een minder seizoen gedraaid, maar dat seizoen daarvoor worden we 5e of... En ik vind, ja, een slecht seizoen of een goed seizoen, het blijft je club, Utrecht is je club. En ik vind ook dat je dan wel gewoon ervoor moet gaan. Ja. En niet denken van, nou, we hebben een slecht seizoen gedraaid, ik kijk volgend jaar wel op Eredivisie Live. Ik vind gewoon verlengen die hap en gewoon komen.